zomaar. Mijn naam is Leon, werkzaam bij de Kamer van Koophandel. En samen met de Gouden Gasten en de gemeente Gouda, de gastheer, vrouw van vandaag. Het doel van het onderzoek is om de behoefte van ZZP'ers in beeld te brengen. Dat doen we in alle gemeenten in ons Kamergebied. Waaronder Gouda. En we willen graag weten van ZZP'ers wat voor kansen zij zien, maar ook wat voor problemen ze tegenaan lopen. En of wij daar als Kamer, gemeente en bestaande ondernemersnetwerken iets aan kunnen doen. Van de Kamer Rotterdam. Er zijn dus vergelijkbare enquêtes geweest in verschillende steden hier in de omgeving. En het is leuk om te zien hoe nu de cijfers van Gouda zijn. Ik ga u gewoon door de sheets heen leiden. Ik hoop dat ze een beetje leesbaar zijn. Het beeld wat in Gouda naar voren komt is vergelijkbaar met andere gemeenten. Er is veel behoefte aan netwerken, vooral om opdrachten te verkrijgen. Dat is logisch, hè, in deze economische tijden dat ZZP'ers op zoek zijn naar nieuwe opdrachten. Ook huisvesting is een item wat vaak naar voren komt, ook in Gouda. Maar het leuke wel in Gouda is dat er vanuit de vraag die ZZP'ers hebben al oplossingen zijn. Hè, zoals Be Free to Work en zoals de locatie waar we hier nu staan in de Jeruzalemkapel. Ja, Gouden Gasten wilden heel graag meewerken aan de organisatie van zowel het onderzoek als het evenement wat daaruit voortvloeide. Enerzijds vertegenwoordigen wij natuurlijk veel zelfstandige professionals in deze regio die al aangesloten zijn bij Gouden Gasten, maar we willen daar graag meer Gouden Gasten bij hebben. En bovendien is het voor ons een mooi platform om een aantal Gouden Gasten weer in contact te brengen met organisaties als de Kamer en de gemeente bijvoorbeeld en zich te presenteren vanuit hun eigen expertise. En als ZZP'er bent u in de eerste plaats natuurlijk een professional die probeert uw werk zo goed mogelijk te doen. Een hele geslaagde bijeenkomst, een hele goede opkomst. Ruim 100 mensen die langs zijn gekomen. Ja, en qua locatie is dit de meest bijzondere locatie die je kunt vinden. Vaak zitten we met de bijeenkomsten in de raadzalen of in dorpshuizen. En ja, een locatie als Jeruzalemkapel is uniek. Dus ik ben erg tevreden.